Ja, super vertrouwd natuurlijk, ja, om familie mee te hebben. En dat is gewoon leuk om een keer wat samen te doen. Maar hij was altijd eigenlijk net iets te oud om echt samen te kunnen fietsen of samen in één ploeg. Of ja, echt iets samen te kunnen delen, zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat we echt samen zeg maar een team vormen. Dus dat is wel leuk. Ja, ik denk, we zijn heel, ja, toch wel in een nuchtere gezin opgegroeid. Waarin eigenlijk alles werd gefaciliteerd. Dus ja, kijk, uiteindelijk is het zo, als je natuurlijk kinderen hebt die op zo'n hoog niveau ook sporten, dan moet je als ouders ook heel veel tijd in investeren. En ja, onze ouders hebben ons daar altijd in gesteund. Dus het is ook zo dat we eigenlijk altijd de mogelijkheid hebben gehad. In het begin met schaatsen, waar ze iedere keer naar Utrecht moesten. En later ook met het fietsen. En die reden heel het land door om ons richting de wedstrijden te brengen. Ja, het was allemaal vrij relaxed. Eigenlijk kon alles. Eigenlijk hebben we gewoon een fijne jeugd. Ja, super jeugd gehad eigenlijk. Martin is altijd voor mij de eerste geweest, zeg maar. Hij ging eerst schaatsen. Nou, daar ging ik mee kijken. En dan vond ik dat ook wel leuk. Dus dan wou ik ook graag gaan schaatsen. Met fietsen was hetzelfde eigenlijk. Eigenlijk hij heeft me altijd een beetje aangestoken met de dingetjes. Topsport bestaat ook uit heel veel ja, belangrijke schakelmomenten. En uiteindelijk ben ik iets een stukje later begonnen. En ja, hoe oud was ik? Een jaar of 16 denk ik. Toen ik begon met wedstrijden rijden. En het is voor mij wel in het begin heel lastig geweest om mijn weg te vinden in het peloton. En dat is iets wat je eigenlijk leert uit ervaring. En die ervaring heb je dan nog niet. Dus ja, uiteindelijk heb ik ook mijn studie altijd er volop naast gedaan. En ja, nooit mijn studie ervoor stopgezet of dat soort dingetjes. En ja, dat vond ik eigenlijk ook wel prima. Ja, maar ik heb vooral heel veel geleerd van Martin, zeg maar, wat hij deed en hoe hij het deed. Ik zei het niet altijd, maar ik voelde altijd wel van, oh, dit zijn de goede dingen en dit moet ik juist anders doen en zo zou ik het willen doen. Uiteindelijk heeft het me wel geholpen, zeg maar, in mijn ja, in stappen zetten en waar ik nu, zeg maar, ben gekomen. Ah, ras. Even niet hoor. Want anders is het morgen weer helemaal op. Zo. Pakt hij het hard aan? Oh. Als het te hard gaat, dan wordt het alleen maar erger. Oh. Zo. Ah, we beginnen goed los te komen, ja. Hard nodig, denk ik. Hard nodig, ja. Was het hard nodig? Ja, het eerste blok was toch wel lang. En het is ook echt wel flink gekoerst. Flink geleden ook? Flink ja. Geleden, ja. Flink dus, geleden, ja. Ik had het wel even nodig, de rust achter je. Een paar goede massages.